De brandweer van Frans Guyana heeft gisteren een ambulance gedoneerd aan de brandweer Albina. De overhandiging van de sleutel van het voertuig vond plaats op de brandweerkazerne van Albina. Antenor, directeur brandweer en reddingsdienst Frans Guyana, zegt dat met deze ambulance patiënten gemakkelijker vervoerd kunnen worden van Albina naar Paramaribo. De jarenlange vriendschap tussen de twee landen kan vergeleken worden met een verloving. En de ambulance kan gezien worden als een huwelijksgeschenk, zegt Antenor lachend. Deze verbinding is zodanig sterk geworden dat op 9 januari 2014 de president van Casdis. Casdis is onze administratieve consular afdeling binnen de brandweerdienst, waarbij de president dan heeft besloten om dan naar de volgende stap, een heel grote stap te maken, en dat is de donatie van een ambulance. En après cette ambulance, elle a été rééquipée par une société spécialisée de France, la société Picot, vous allez voir tout à l'heure le nom, qui est spécialiste dans l'équipement des ambulances. Daarna is zo'n ambulance hersteld geworden door een bedrijf die Picot heet. Volgens de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly, werken de twee landen op verschillende gebieden samen en levert deze samenwerking wederzijds voordeel op. Brandweercommandant Rajan Jakari zegt dat dit een historische dag is voor de brandweerkorpsen van beide landen. Coöperatie sanitaire, évidemment, contre la malaria, contre le VIH, coöperatie sanitaire. De recherche de complémentarité entre l'hôpital d'Albina, le nouvel hôpital d'Albina et le nouvel hôpital de Saint-Laurent. Er is dan ook een samenwerkingsverband tussen de gezondheidsdiensten van Frans-Guyana en Suriname, vooral voor het bestrijden van malaria. En er is ook een samenwerkingsverband met het ziekenhuis van Saint-Laurent en Albina. Het is goed om aan te geven dat wij in het kader van grensoverschrijdende incidentbestrijding een vrij intensieve bilaterale samenwerking hebben met onze Franse collega's. Er wordt langer dan 6 jaar gesproken door hun over de overdracht van een brandweerambulance aan het KBS. En het is vandaag eindelijk een feit geworden. Brandweercommandant Rajan Jakari en daarvoor Antoine Joly, ambassadeur van Frankrijk in Suriname. Zij spraken gisteren bij de ceremoniële overhandiging van een ambulance door de brandweer van Frans-Guyana aan de brandweer van Albina.